Deze haai is een witte haai. Hij is heel erg groot en is 6 meter. Deze haai wil je zeker niet tegenkomen, want deze tand is zo groot als je pols of als je hand. Deze haai eet en jaagt op zeehonden. Hij leeft meer in de Noordzee of in de Atlantische Oceaan. Dus als je hem tegenkomt, mag je best maar weggaan, want dit is een heel erg gevaarlijke haai. Ja, hè. Dit lichaam is van een hondshaai, maar niet van een witte haai of zo. Je ziet dat het geraamd is. Het heeft geen botten, maar wel geraamd is. Het is heel erg zacht en kan goed. En het is een lenig dier. Het is een heel erg goed lenig dier. Maar het is ook wel een gevaarlijk dier, een hondshaai. Maar daar hebben we het nu niet over. We hebben het over het lichaam van een haai. Dit gebit is van een tijgerhaai. Je ziet dat de tanden van een tijgerhaai een beetje scheef staan, maar dat is normaal. Dat gaat door de blikjes en ijzer en al. Want deze haai kan tegen alles. En hij eet ook graag mensen op. Dit zijn allemaal verschillende tanden van haaien, maar er zitten geen in van de witte haai. Deze tanden zijn van de hondshaaien, de luipaardhaaien en nog meer haaien. Zoals een verpleegsterhaai, dat je heel erg veel ziet. Deze tand is van een megalodon, de grootste haai van de verleden tijd. Hij was heel erg groot en was 12 meter. Deze haai wou je ook wel niet tegenkomen. Maar ze zeggen dat er nog veel van bestaan. Want als je naar Animal Planet of Discovery Channel of National Geographic kijkt, zien we soms eens beelden. Dit is een schema van grote haaien. De eerste haai is de witte haai. De tweede haai is de walvishaai. De derde haai is de carbuca haai. En de laatste haai, de grijze, is de megalodon.